Hallo, ik ben Mieke Doks en ik neem jou mee doorheen het klassieke voorjaar. Als communicatiemedewerkster bij Flanders Classics en renster bij Lotus Soudal Ladies zijn de klassiekers extra speciaal voor mij dit jaar. Beleef alles mee behind the scenes met Behind the Classics. Let's go! Bijna tijd om te vertrekken richting hotel, maar ik ga nog snel bananenkoekjes maken voor mijn ploegmaatjes. Nu dat de koekjes in de oven staan, ga ik me snel omkleden, mijn koffer verder klaarmaken en dan vertrekken richting hotel. En we zitten weer in de auto. Ik vertrek zo naar Poolskapelle. Ergens in de buurt van Ieper, waar het hotel voor Gent-Wevelgem en voor de ploeg gelegen is. Hallo. Banana cookies. De chocolate? Ja, of course. Oh. Hallo. De cookies. Dat dacht ik al, kom binnen. Zijn het lekkere koekjes? Oh. Zijn mijn benen klaar voor de Camelberg? Ik denk dat ze nog meer dan klaar zijn. Hopelijk is de Camelberg klaar voor uw been. Ai, 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 ai. Grote uitspraken. Nice, man. Goedemorgen. We zijn aan de ochtend van Gent-Wevelgem. Ik ben al redelijk nerveus, want Gent-Wevelgem is een wedstrijd die ik nog niet zo heel veel gereden heb. Eigenlijk maar één keer in 2015. Toen was ik 18 jaar en voor de kenners onder ons is 2015 wel een memorabele editie geweest. Door de superveel wind, ik denk dat ik die wedstrijd 10 kilometer in koers heb gezeten. En nadien was het bye bye peloton. Dus ik hoop dat het vandaag een beetje beter gaat, maar ik denk van wel. We gaan nu zo dadelijk al naar de mannenwedstrijd kunnen kijken. Ik ben eens benieuwd. Hoe ligt diegene weer op dat bed? Twee gasten, Marijn de Vries. Marijn! Dag Marijn! Oh ja, trouwens. Ik heb vandaag speciale supporters langs de weg. Lan Gent-Wevelgem maakt zijn eerste passage in de Moeren. Voor vrouwen dan. En de Moeren, dat is niet zo heel ver van mijn ouderlijk huis. Dus ja, mijn ouders komen supporteren vandaag. Ik ben benieuwd dat ik ze ga zien. Ik hoop van wel dat het dus niet te snel gaat in de Moeren. Goedemorgen! Goedemorgen! Alles goed? Ja, met jou? Heel goed. Het lijkt net of we in een rij staan voor een achtbaan in het pretpark. Hallo! Goedemorgen! Goedemorgen! Hallo. Check. Ik ben nu een spandoek aan het maken voor straks op de koers. Voor Ide Moeren haar gaan aan te moedigen. Dat is hier zo mijn klein hoekje zo, met haar truitjes waar de ploegen waar dat ze vroeger heeft gereden. En wat foto's van haar overwinningen. En zo mijn klein eigen hoekje van haar. Als we langs de kant staan en we zien haar passeren en ze ziet vrij veel van voor zo, dat we denken van, gaat een goed resultaat draaien. Dat is alleen voor ons wel een kippenvel moment. Ah, die heb ik hier. Kom aan, hé. Zeker gezien. We hebben eruit opgestoken. Het is feitelijk dat het tweede stuk niet meer bij het peloton is kunnen komen, maar ze heeft een goede uitslag kunnen rijden en we zijn vrij content. We zijn tevreden, absoluut. Net gefinished, iets te ver bij Camelberg. Camelberg is ook totaal niet mijn ding, dus gefinished in een klein groepje achter het peloton. Ik ben wel tevreden denk ik, want het is de eerste keer dat ik geen twee keer kan uitrijden, dus dat is al een pluspuntje. Ik ben in de Moeren gegaan. Ho! Mieke staat zo goed op piek. Dan leef ik niet dat het je ouders was, maar wel heel schattig. Vond je deze vlog leuk? Like dan deze video en abonneer op het Flanders Classics kanaal.